Dit is wel echt typisch New York. Maar hier word ik eigenlijk ook helemaal gek. I'm blushing right now, but I'm black and blushing. It's your girl, your travel blogger. Yeah, too bad for New York City. Bam, Denise. Yeah, yeah. Hallo, hoe gaat het? Hallo, gaat het? Ja, very good. Goed verhaal, later. Smiley. Oh, eigenlijk vind ik het best wel heftig om hier rond te lopen of zo ineens. Woehoe! Party time! 10 o'clock on the block. Pick up your skirt and grab your balls. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag is het dinsdag en ik ben alweer op Schiphol. En dit keer ga ik naar New York. Ik ga in mijn eentje, maar een vriendin van mij die zit daar om Engels te studeren. Dus ik ga met name haar eigenlijk bezoeken. En verder zijn er nog wel wat mensen in New York die ik ken uit Nederland. Dus daar ga ik ook eventjes mee meeten. Ik ga gewoon heel veel foto's maken en heel veel leuke dingen doen. En ik neem jullie natuurlijk met me mee, dus let's go! Ik heb er zoveel zin in. Ik ben goed en wel in New York aangekomen. Ik ben net afgezet door de Uber. En als het goed is, is hier mijn Airbnb. Alright guys, ik ben in de Airbnb. Ik heb gewoon een kamer in een appartementje van een chick. Wat een vet leuk chick blijkt te zijn. Die hier echt al jaren woont. En die de hele buurt uit haar hoofd kent. En echt super gezellig is. Ik heb echt uren met haar gepraat. Inmiddels is het iets van 12 uur 's nachts hier. Dus in Nederland is het al 6 uur in de ochtend. Daarom ben ik echt super moe. Ik ga nu lekker slapen. En dan morgen met Denise meeten. Ik heb verder echt nog totaal geen plannen. Dus ik zie wel wat New York mij allemaal te bieden heeft. Hi guys, vandaag is het woensdag. Mijn eerste echte dagje in New York City. En het is echt super warm. Het is iets van 27 graden. Ik loop nu gewoon eventjes een rondje door de buurt. Ik voel me echt heel erg new girl on the block hier zo. Mijn outfit is misschien een beetje mucho voor zo'n eerste dagje New York. Maar ik dacht, dat kunnen ze hier wel hebben. Even een smoothie gehaald. Dit is de Healthy Heart voor een goede start. En volgens mij ben ik nu in de buurt waar alle vintage winkeltjes zijn. Check even deze prachtige street art dan. Zo cool. Jongens, ik ben dus in een vintage shopje. En ik was hier gewoon rustig aan het rondkijken. En ineens hoor ik een stem daar van achter in de winkel tegen mij zeggen: hi, alles goed met je vandaag? Je hebt echt een hele goede energie. En ik zie heel veel camera's en likes in jouw future. Dus ze zit daar met tarotkaartje. What did you say you see in my future? Likes and cameras. Likes and cameras. Yes. Likes and cameras. Nou, hoe on point is dat? Dus ze gaat nu eventjes tarotkaart voor mij leggen. Ook al was ik eigenlijk van plan dit nooit meer te doen, ben ik wel heel erg benieuwd. Het lijkt serieus alsof overal in New York opnames zijn. Dus dat wat ze over die camera's zei, dat is sowieso waar. Heel veel camera's in mijn leven nu al. Alleen niet op mij gericht. Alleen deze voorlopig. Maar goed, ze had nog wel meer interessante dingen te vertellen. Onder andere over dat ik heel succesvol zou worden. Ten o'clock on the block. Ik wilde mijn verhaal nog afmaken volgens mij. Ja. Mijn toekomst ziet er heel rooskleurig uit. Dat wil ik eigenlijk alleen even zeggen. Oké. Okay. Let's go, walking into the future. 10 o'clock on the block. Daar is het dan, my girl. We mogen vanaf nu alleen nog maar Engels praten, want ze moet natuurlijk goed Engels leren. So what I'm gonna do, I'm gonna put in my British. I hope you like that, do you like that then? Ze snappen me waarschijnlijk niet. Ze is allemaal nog aan het leren. Maar oh my god jongens, wij hebben dus eventjes de subway genomen. En we zijn nu, als het goed is, heel dicht in de buurt van Times Square. Wie Times Square niet kent, dan gaan jullie het nu leren kennen. Want dit is wel echt typisch New York. Maar ook wel echt een trekpleister en ook wel echt heel toeristisch.
is iets later op de dag. En wij zijn inmiddels in Williamsburg. Want hier verblijft Denise in de buurt. En we zitten bij Juliette's. Juliette's. En eten hier ziet er zo goed uit, jongen. Hi guys, vandaag is het donderdag. En Denise en ik lopen nu op de Brooklyn Bridge. What? Live vanuit Brooklyn is dat ik net van Denise, onze cameravrouw, heb gehoord. Ik weet niet of het klopt. Ze weet niet of het klopt, maar goed. Niemand durfde dus ooit over deze brug heen te lopen. Totdat degene, het maken van de brug, uiteindelijk heeft besloten om er met een olifant en giraffe overheen te gaan. Om te bewijzen dat het wel kan. Dus nou ja, hier geen olifant of giraffe, maar wel een snake. En het kan dus allemaal. Goed verhaal, laat maar. Kom. Door Dumbo. En dit is eigenlijk best wel een hip buurtje. Met heel veel leuke restaurantjes en tentjes. En heel veel bruggen eromheen. Kijk, vanaf hier zien we nog steeds heel mooi de Brooklyn Bridge. Okay, deze brug hebben wij echt volledig verwaarloosd. Terwijl dit ook echt een hele mooie brug is. Handig geheugensteuntje. BMW, ofwel BMW. Dat is de Brooklyn Bridge. Dat is de Manhattan Bridge. En daarachter de Williamsburg Bridge. Hey, it's your girl, your travel blogger. What? From Brooklyn? Yes. Ik weet niet waarom ik zo ghetto doe, want zo ghetto lijkt het hier helemaal niet te zijn. Het is echt super hip allemaal. Alright guys, het is avond en ik ben eventjes omgekleed in een ander topje en een andere broek. Want volgens Denise was mijn outfit te sexy. En ik ga nu even afspreken met een vriend van mij uit Nederland. We gaan naar zijn favoriete pizzaplaats en die is hier bij mij in de buurt. Dus ik ben wel heel erg... Morning guys, vandaag is het vrijdag. Ik heb gisteren uiteindelijk niet meer zo heel veel gevlogd. Want uiteindelijk, ja ik weet niet, ik ben het gewoon een soort van vergeten. Nee, ik ben het niet vergeten, want ik heb wel wat dingetjes gefilmd. Maar het begon een beetje op een date te lijken of zo. En ik vond het ook een beetje awkward om dat te gaan filmen. Anyways, het was heel erg gezellig. We hadden dus gewoon pizza gehaald bij Prince Street Pizza. En dat was wel heel erg lekker, gewoon buiten opgegeten. Iedereen zit daar gewoon buiten pizza te eten uit een doos. Echt, ja ik weet niet, het heeft wel wat. Echt typisch New Yorks. Daarna zijn we door Little Italy gelopen. Daar was een soort van marktje. Toen zijn we naar de rooftop bar gegaan van Public Hotel. En dat heeft zo geweldig uitzicht. Ik heb het eventjes gefilmd. Maar het is op beeld echt lang niet zo mooi als dat het in real life was. Het was echt... waanzinnig en echt een beetje overweldigend. Ik echt dacht, oh my god, dit zie je echt alleen in films. Dus het was een hele leuke avond. Sorry dat ik jullie niet mee heb genomen in dit avontuur. Maar in ieder geval weten jullie wat ik allemaal heb gedaan. En vandaag is het dus vrijdag. Ik ga nu eventjes ontbijten. Ik ben in mijn Airbnb'tje. En daarna ga ik eventjes shoppen bij Target. Okay. Nadat ik al mijn Engelse YouTube-favorieten constant heb gehoord over Target, moet ik zeggen dat ik me hier eigenlijk een klein beetje verdwaald voel, want ze hebben hier echt serieus alles. Alles. Ze hebben een hele home-afdeling, ze hebben een damesafdeling, ze hebben eten en drinken, ze hebben gereedschap, gewoon alles. Ik weet gewoon niet echt waar ik moet beginnen en dit is niet eens zo'n hele grote winkel. En nog belangrijker, mijn koffer is waarschijnlijk ook niet groot genoeg. Het is ietsje later op de dag en ik ben nu aan het wachten op Denise. Echt al iets van een half uur of zo, maar die meid kan het volgens mij niet helemaal vinden met de subway. Anyway, ik ben bij Pietro Nolita. En dit is zo'n schattig plekje. Ik heb wel alvast een prop gekocht, want deze cup is gewoon te top. Pink as fuck! Mijn outfit is echt gewoon perfect gematcht met dit plekje. Dus ik ga zo eventjes foto's maken en dan ga ik ook echt wat drinken halen, want deze is gewoon letterlijk leeg. Fake ass blogger. Wat? Je hebt al een drankje gehaald. Ja! Ik ook. Alleen hier zit niks in.
Kijk hoe leuk. Ik ga nog even mijn look compleet maken. Bam, Denise. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja. Wij lopen weer eventjes door Soho. Ze hebben hier echt zulke mooie wall art, street art. Echt geweldig. En we gaan nu op zoek naar Gucci, Gucci toch? Art. Gucci art. En ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Maar check deze even. Wij zijn in wat volgens mij de grootste Nike store van New York is. En check even deze bus op de achtergrond. Zo cool! Dit is dus de Gucci Wall en blijkbaar hebben ze dit gewoon volledig geschilderd. Terwijl het eigenlijk maar een advertentie is die duurt van oktober tot december. Heftig! Oké, jongens, wij zijn uitgestapt uit de metro en wij denken, wat is dit een mooi gebouw? En Denise zegt al tegen mij, van, ja, volgens mij is dit ook iets bekend. Dus ik denk, nou, ik vraag het wel gewoon aan iemand. Misschien weten jullie het wel. Misschien zijn jullie wel gewoon goed onderlegd. Dit is dus het World Trade Center, jongens. En dat wisten wij gewoon niet. Ik schaam me een klein beetje, maar ik ben ook wel heel erg impressed. We zijn niet echt in de World Trade Center. Anyway, ja. Nou, ik voel me echt heel stom dat we dat niet wisten. Maar goed, het is ook wel een beetje gek dat je gewoon de metro uitloopt en dan meteen daar binnen staat. En we gaan nu ook meteen even een kijkje nemen bij Ground Zero. Eigenlijk vind ik het best wel heftig om hier rond te lopen of zo ineens. Wauw, jongen. Dit is ja, echt hè? Kippenvel, man. Huh? Kippenvel, hè? Oké, okay, dit is echt nogal een switch. We gaan van Ground Zero, waar ik echt bijna gewoon misselijk werd van het hele idee wat daar allemaal gebeurd is, naar een designerstore. Wij zijn namelijk nu in Century 21. En hier word ik eigenlijk ook helemaal gek, maar op een hele andere manier wel. Allereerst door krijzende baby's en ten tweede door alle super vette designer tassen, sieraden en kledingstukken. Party time! Dit wordt mijn eerste avond uit hier in New York en dit is Kristen. Hey guys! Hi! Hi. This is the Airbnb host, but more like a friend, like... Right? Yeah, sorry. So we're going to arrive at One Oak. We're going to scope it out. What's that? Let's scope it out. Remember when I said I was just going to do an eye check just to see who's there? Scope it out. You know, see if you know anybody, see if, you know, give a little nod, then maybe say hi, and then we're going to walk to Avenue, not go in there, but go to Avenue, and then after Avenue, we'll go back to One Oak, and then maybe PhD after, or wherever the night takes us. Wherever the night takes us. Are you in the night? I don't go out like that anymore. Too bad. Yeah, too bad for New York City. There you go. It's okay. Go. We're gonna have a little homecoming tonight, guys. All right, lovers. This is for Helena. Dit is Humphrey the Poet. Yes. Humphrey the sure, Poet. Man. And ik heb ready? Net gezegd dat zij ready? Aan is. Ready? Gaat ready? Iets moois doen. We're ready. Okay. Go. Here we go. There's something I was missing. Oh, Miss Kristen, you know what thing? It's never gonna be no different because the smile you got. Kristen is hot. Happy birthday, baby, because you're fine. I'm like, you're smiling, smiling. Smiling. Whoop. Kristen, yeah, girl, you got me wilding. Hey. You gotta change. Whoop. Whoop. Right, ladies, oh, yeah. I'm gonna tell you, ladies, right to your face. On your cheeks. Make you say your knee. Just God damn, you 5-7 days a week. You style for real.
shake some pills. Happy birthday, baby. What? Oh, yeah. You say one more thing, it means a lot. I look in your eyes. No surprise. You know what happened? You make the damn sunrise. You at night. Ooh, that's a mic. Out of sight. Geen einde. I say no more. But leave you alone. Happy birthday, Christy. You belong in the throne. Oh, my God. Humphrey the poet. I'm shooting, baby. The poet wished me a happy birthday. Happy birthday, Miss Christy. But ladies, oh my goodness. And guess what? I'm blushing right now. He's black and blushing. First of all, first thing I'm going to tell you is, y'all just gave me something priceless. You know what it is? Your time. Aww. You ain't got no place on it. And the second of all, I came over here, I was 60 years old, but now I'm 20. Watch out. After party by Artichoke Pizza, and this pizza sounds so gross. Oh my God. It's bigger than you. It's bigger than you. The pizza's bigger than you. What's your name again? Lamorne. Ik weet niet of jullie hem goed zien. Misschien herkennen jullie hem uit. New Girl. New Girl. Yeah, speaking Dutch. You speaking Dutch? Yeah. So alright. Hallo, hoe gaat het? Hallo, gaat het? Yeah, very good. Very good. Thank you. Heel fijn. Jongens, we hebben echt een geweldige avond gehad. Het was echt superleuk. We hebben zelfs celebrities ontmoet. Lamorne uit New Girl. Die hebben jullie net kunnen zien. Anyway, het was echt geweldig. Ik ben nog maar halverwege mijn New York City trip. Maar ik vond het echt top. Er komt nog veel meer in de volgende vlog. Maar anders wordt deze vlog misschien te lang. En ik wil geen dingen eruit gaan knippen. Want het was te tof. Met mijn geweldige Airbnb-host. Ik heb geen idee wat ik allemaal zeg. Maar maakt niet uit. In ieder geval, ik ga de vlog dus nu afsluiten. Maar ik ga het niet alleen doen. Dus deze meid gaat me helpen. Go. What do they need to do? Pick up your skirt and grab your balls. Like, subscribe, and comment to my video. Please like and subscribe and comment to this beautiful lady's video. And mine when I have some. Yeah, definitely. Definitely. Thank you so much. Heel, of Nederlands dus. Heel erg bedankt voor het Nederlands kijken. Nederlands. En tot volgende week. Ik schroep het. Hola. Oké. Thank you for watching. Doei. Dames en heren, welkom bij de And priority to my mama. Why do you keep talking? Ik probeer te vloggen. Ladies and gentlemen, please shut up, because I'm trying to vlog.